De Stichting van de Arbeid heeft pensioenfondsen en verzekeraars opgeroepen om coulant te zijn. Want je bouwt een soort van premieschuld, een premiestuurmeer noem ik het wel eens, bouw je een beetje op. Namens DLA Piper van harte welkom. Ik ga in gesprek met een van de leden van de COVID-19 taskforce binnen DLA Piper, belast met alles wat met pensioenen te maken heeft. Mijn gast Erik Lutjes. Erik, fijn dat je even tijd kon maken. Pensioenen, wat gebeurt er met de pensioen, met name met de premiebetaling op dit moment als we kijken naar werkgevers? Ja, pensioenpremie is een heel belangrijk en groot onderdeel van het totale loonpakket van een werkgever. Ja. Dus werkgevers die in betalingsmoeilijkheden komen door de huidige omstandigheden wat betreft loonbetaling op zichzelf al door dalende omzet, die zullen ook een probleem hebben met het betalen van de pensioenpremie. Hm. Die is toch al snel zo'n 15% van de loonsom. Dus dat gaat om grote bedragen waar het om gaat, zeker voor de collectiviteit van de werknemers. Dus dat is een probleem. Het is enerzijds een probleem omdat je je verplichting ten opzichte van de werknemer niet kunt nakomen. Mm-hmm. Maar anderzijds heb je afspraken met het pensioenverzekeraar of het pensioenfonds, waarin is opgenomen dat binnen bepaalde termijnen de premie altijd betaald moet worden. Kijk, en als je je daar niet aan houdt, dan kan dat gevolgen hebben dat je eventueel rente moet betalen, boetes krijgt en dergelijke. Dus er is in de markt, is men op zoek naar oplossingen daarvoor. Zie jij aan werkgeverszijde, als ik weet niet hoe jij de markt nu kent, hè, maar zie jij aan werkgeverszijde dat ze ook inderdaad betalingen uitstellen? Dat ze gewoon betalingen maar even stopzetten en we zien dan wel even? Ja, kijk, dat is natuurlijk het makkelijkste om die betaling aan derden, aan het pensioenfonds of verzekeraar stop te zetten. Ja. Dat stop je eerder dan betalingen van het loon van de werknemers. Ja. Dus dat is dan vaak een makkelijke methode. Maar goed, ja, je kunt daar niet eindeloos mee doorgaan. Zeker niet zonder overleg met het pensioenfonds of de verzekeraar. Want zij zullen wel, ook als die premie niet betaald wordt, zullen ze toch aan de opbouw van pensioenaanspraken moeten doen. Dus ook zonder premiebetaling, werknemers bouwen gedurende hun dienstverband die pensioenaanspraken op. Nou is het zo dat de Stichting van de Arbeid heeft pensioenfondsen en verzekeraars opgeroepen om coulant te zijn met de premiebetaling en eventueel uitstel te verlenen of betalingsregelingen te treffen. Dus daar wordt wel werk van gemaakt. Er zijn in de markt een aantal grote bedrijfstakpensioenfondsen die ook als algemene regel hebben aangegeven dat de premiebetaling opgeschort kan worden voor voorlopig een termijn van 30 dagen. Bijvoorbeeld pensioenfonds voor het kappersbedrijf heeft dat gedaan, pensioenfonds voor de horeca heeft dat gedaan. Echt die sectoren die ook heel hard getroffen worden. Mm. De oproep van de Stichting van de Arbeid die is ondersteund door het Verbond van Verzekeraars. Dus zij roepen de verzekeraars eigenlijk op aan mee te werken aan de coulante maatregelen. Maar goed, daar zullen werkgevers afzonderlijk per verzekeraar, per eigen pensioencontract zullen daar afspraken over moeten maken. Welke mate van coulance mogelijk is. En hoe wordt daarop gereageerd door de grote pensioenverzekeraars? Is men ook coulant dan? Nou, het is nog heel vers. Men is ook een beetje in afwachting van de mogelijkheden voor pensioenpremiesubsidie in het verlengde van de loonkostensubsidieregeling die net gisteren bekend is gemaakt. Daar komen we misschien straks nog even over te spreken. Maar verzekeraars, ja, die zijn er toch een beetje afwachtend. Hm. En dat is ook een beetje uit de aard van de verzekeraar natuurlijk. Want zonder premiebetaling moeten ze toch garant staan voor de opbouw van pensioenaanspraken. Dus daar zijn ze voorzichtig mee. Aan de andere kant, verzekeraars die hebben ook begrip voor de huidige situatie. Hm. Maar ze zullen wel, denk ik, bepaalde waarborgen gaan vragen dat in de toekomst die premie wel betaald gaat worden als het nu wordt uitgesteld. En dat is tegelijkertijd voor alle werkgevers, ook werkgevers die tijdelijk niet betalen aan bedrijfstakpensioenfonds, is dat dan wel een risicofactor. Want je bouwt een soort van premieschuld, een premiestuurmeer noem ik het wel eens, bouw je een beetje op. Ja. Dus dan moet je straks wel in staat zijn om die achterstand alweer in te halen. En dat is niet zeker. Je hebt het over een stuwmeer, maar is dat probleem niet, gaat dat niet veel verder dan alleen maar de pensioenen? Zijn we niet op alle fronten stuwmeren aan het creëren op dit moment? Buiten pensioen bedoel je? Ja, ik denk een heleboel factoren. Want er is veel minder economische activiteit, veel minder werkgelegenheid. En sectorafhankelijk, maar diverse sectoren zijn hard geraakt. Als je werknemers in dienst houdt, en dat is wel onderdeel van die subsidieregeling, voor loon en ook voor pensioenpremie kan daaronder vallen. Als je werknemers in dienst houdt, ja, dan moet je wel hopen op veel betere toekomstige tijden. Ja. En wat dat betreft is het een algemener beeld natuurlijk. Ja.
twee dingen die ik met jou wil behandelen als het gaat om de pensioenen. Eén is wat betreft die loonkostenregeling, waar we het zo meteen over gaan hebben. Mm-hmm. Het tweede is dat, ik sprak jou eerder een keer, en we zijn natuurlijk druk met, ik noem maar even, het redesignen van het pensioen. Heeft dat nog impact op elkaar? Of? Dat vind ik moeilijk te zeggen of dat echt hier op deze situatie impact zal hebben. Die nieuwe design, dat houdt in dat de pensioenregeling veel meer gebaseerd wordt op de premiebetaling, SEC. En dat risico's, beleggingsrisico's en dergelijke, dan bij de werknemer komen te liggen. Mm. Kijk, het zou best kunnen dat deze tijd zodanig impact heeft ook op de beleggingen van pensioenfondsen en ook van verzekeraars trouwens. Dat de pensioenaanspraken die gerelateerd zijn aan het loon niet meer zijn waar te maken en dat het veel eerder de bereidheid is om over te stappen naar premiegestuurde pensioenaanspraken. Omdat daarmee de risico's niet meer bij de pensioenfondsen en verzekeraars liggen van tegenvallende beleggingen. Ja. En die beleggingen vallen nu tegen op dit moment. Dus enorme impact heeft het op de dekkingsgraden van pensioenfondsen. En het is onzeker hoe lang dat gaat duren. Ja. Er zijn sommige voorspellingen dat het wel eens lang kan duren voordat het weer helemaal hersteld heeft. Ja. En dan zou een snellere overgang naar een premieregeling zou misschien een maatregel kunnen zijn. Maar goed, er zijn ook heel veel argumenten om dat niet te doen. Hoor. Precies, dus, precies. Tot slot de loonkostenregeling, hè? NOW of NOW, of hoe we hem ook noemen. Ja. Klonk als een regeling van nou, alle loonkosten die worden dan, hè, of tot 90% maximaal vergoed. Ja. Zitten daar alle pensioenkosten in? Hoe werkt dat? Nee, de pensioenkosten vallen daar in principe niet onder. Hmm. Die loonsubsidieregeling die vergoedt inderdaad maximaal 90% van het loon in de zin van de wet loonbelasting. En onder dat loonbegrip valt de pensioenpremie niet. Nog de werkgeverspremie voor het pensioen, nog de werknemerspremie voor het pensioen. Die werknemerspremie overigens, dat is wel onderdeel van het loon in arbeidsrechtelijke zin, zoals de werkgever dat moet betalen aan de werknemer. En dat moet hij dan wel inhouden op het loon, dus niet feitelijk uitbetalen uiteraard aan de werknemer, maar inhouden en dan volgens de regels eigenlijk afdragen aan het pensioenfonds. Maar dat zit ook niet in die 90% subsidie. Het is wel zo dat in die subsidieregeling een forfaitaire opslag van 30% is verwerkt. En die 30% is dan bestemd voor alle bijkomende werkgeverslasten. En die bijkomende werkgeverslasten zijn onder andere de pensioenpremie, zowel werkgeverspremie als werknemerspremie, maar ook de premie sociale verzekeringswetten, WW, WIA, ja. Ook de bijdrage zorgverzekeringswet, ook de opbouw van vakantieloon. Past dat in die 30%? Dat zit allemaal gevangen in die 30%. Maar dat red je niet, toch? En dat red je waarschijnlijk niet. Nee. De premies zijn een beetje sectorafhankelijk, maar gemiddeld zitten die op of boven de 20% al. De pensioenpremie is meestal minimaal 12, zo rond de 15%. In sommige sectoren hoger, zeker bij premieregelingen voor de oudere werknemers. Nou, dan stijgt die premie snel, is het ver boven die 15%. En dan kom je aan die 30% dus tekort. Dus de volledige betaling van al die werkgeverslasten, waaronder de pensioenpremie, die zal niet gedekt zijn door die 30%. Dus er blijft altijd een deel over wat de werkgever uit eigen middelen moet financieren. Want de gedachte achter die regeling is wel dat de werkgever 100% van het loon blijft doorbetalen. Ja. En dan ook eigenlijk 100% van de pensioenpremie. Maar nog het loon is voor 100% gedekt en de pensioenpremie zit niet in die 30% dus volledig gedekt. Dus daar zit echt een gat. Dus daar blijft een gat zitten, waar de werkgever eigen middelen voor zal moeten hebben, opgebouwd in het verleden, waar hij dat mee kan financieren gedurende deze periode. Wat is je belangrijkste advies aan werkgevers? Nou, ik denk dat het toch wel een algemeen beeld is te treffen. Dat je één, goed moet nagaan of je van die loonsubsidieregeling gebruik kunt maken. En hoe zich dan verhoudt die opslag van 30% tot datgene wat je aan pensioenpremie verschuldigd bent, inclusief die overige lasten. Of je het restant wat niet gedekt is uit eigen middelen kunt blijven financieren gedurende de periode van, laten we zeggen, 3, misschien 4 maanden. Zo niet, dan echt in overleg gaan met jouw pensioenuitvoerder. Of je een betalingsregeling kunt treffen of uitstel van betaling kunt krijgen zonder boetes en zonder dat de rente in rekening wordt gebracht. Terwijl toch de opbouw van pensioenaanspraken doorgaat. Alleen als je bij een bedrijfstakpensioenfonds aangesloten bent, dan zal een bedrijfstakpensioenfonds daar generiek voor alle werkgevers een besluit over nemen. Maar anders zul je
als werkgever per eigen verzekeringscontractor in onderhandeling over moeten gaan. Zijn er naast uitstel ook zeg maar, mogelijkheden dat je zegt van weet je, ik stop er gewoon even mee met betalen nu. En dan ga ik nadat zeg maar, alle ellende voorbij is, ga ik er wel weer mee door? Uitstel is een vorm van even stoppen, hè, maar dan moet je later wel weer inhalen. Het stoppen en ook later niet meer hoeven te betalen. Dat is heel lastig. In de pensioenwetgeving is voor werkgevers de mogelijkheid opgenomen dat als zij in de pensioenovereenkomst een betalingsvoorbehoud hebben gemaakt, dat ze dan de betaling van hun eigen werkgeversbijdrage kunnen stoppen. Tijdelijk eventueel. Dat kunnen ze doen voor hun eigen werkgeversbijdrage. De werknemersbijdrage niet. Maar dat zou dan kunnen. Maar daar kun je geen gebruik van maken als de pensioenregeling in de CAO is vastgelegd of bij verplichte bedrijfstakpensioenfonds ook niet. Ja. En dus alleen als je een eigen pensioenovereenkomst hebt, kun je daar gebruik van maken. Helder. Hoe zie je de toekomst, Erik? Ja, dat is heel moeilijk. Het is allemaal niet heel erg positief op dit moment. Aan de andere kant, ik heb alle vertrouwen in dat dit een tijdelijke maatregel is en dat er voldoende kracht is van de economie om zich weer te herstellen en opnieuw te ontwikkelen. Het is wel belangrijk om even goed in overleg te gaan met pensioenfonds of verzekeraar als je echt betalingsproblemen hebt met je pensioenpremie. En ervan uitgaan dat het inderdaad niet meer dan een aantal maanden hoeft te zijn. Helder, dankjewel. En dankjewel voor het kijken namens DLA Piper. Dag.